zowel wat betreft de inhoud als wat betreft het politieke beleid. Het is je niet in de koude kleren gaan zitten, maar ik weet ook heel zeker dat je in deze afgelopen jaren nog veel meer van Almelo bent gaan houden als je al deed als Tweede Kamerlid. Het verhaal gaat, en heb ik echt van horen zeggen, dat je bij de eerste collegevergadering binnenkwam op een hele hoge stilettoor. Ja. Die baarde nogal opzien. Voor in de tuin, kunst. Anja, je bent iemand die makkelijk benaderbaar is. Dat hebben we echt goed vernomen. En dat is in het overleg heel vaak ook het geval geweest. Maar ook buiten het overleg konden we elkaar heel makkelijk aanspreken. We kwamen elkaar nog eens tegen, alhoewel ik niet lopen, maar ook. Een receptie vanmiddag hier op het stadhuis, waarin je heel veel complimenten hebt gekregen van allerlei mensen. Word je daar verlegen van? Nou, ik word er wel een beetje stil van. Ik heb het gedaan op mijn manier en dat is natuurlijk ook de enige manier waarop ik het kan doen, zeg maar. Maar ik vind het wel mooi dat veel mensen herkend hebben, ja, waar het voor mij om gaat. Dat ik het doe voor de mensen in deze stad en dat ik daar het beste voor wil bereiken. En ja, dat klonk wel nadrukkelijk door in de speeches en daar word ik wel blij van. Ik hou ervan om gewoon in mijn fietsje op pad te zijn in de stad of lopen en met mensen in gesprek te zijn. En natuurlijk zit je ook achter je bureau en moet je stukken lezen en moet je dingen verzinnen. Maar het gaat uiteindelijk om die mensen in onze stad. Daar doe ik het voor. Ik heb het geweldig gehad hier. Ik vind Almelo een geweldige stad. Daar zal ik ook altijd een speciale band mee houden. Maar zoals al eerder gezegd, de balans raakt een beetje zoek en dan moet je soms moeilijke keuzes maken. Nu neem je afscheid van ons team. Dat doet ons heel verdriet. Want zo'n leuk gek mens, die vervang je zomaar niet.